geslingerd, dat je in evenwicht bent met de zwaartekracht van de aarde. En dat betekent dat als je de motoren uitdoet, dan ga je niet terug. En die motoren gaan uit, dat merk je omdat je dan zweeft. En in mijn geval, ik zat vastgebonden in de stoel natuurlijk, haalde ik mijn pen hier uit mijn overal en ging die voor mijn hoofd houden. En ik kon er gewoon omheen kijken, ik wist, ja, we zweven nu, de motoren zijn uit. En dan komt het meest bijzondere moment eigenlijk van zo'n missie. En dat is namelijk, je zweeft naar het raam toe. En voor de allereerste keer zie jij als mens die aarde van buiten. Je bent buitenaards, je ziet dit. En wat er door mij heen ging was een soort schok. Van, ik ben op afstand. Ik ben ontkoppeld van die aarde. Ik voel hem ook niet, ik ben gewichtloos. Maar wat misschien wel het meest bijzondere was, dat ik me realiseerde dat daar waar ik was, de ruimte, eigenlijk niets is. In die ruimte is geen lucht. Gewoon geen leven, je kan er niet leven. Je kan ook geen grondstoffen vinden in de ruimte. Eigenlijk is de ruimte waardeloos. En bedreigend, levensbedreigend. En wat je voor je ziet, die aarde, die planeet, daar is eigenlijk alles wat voor jou belangrijk is. Het verleden, je vrienden, de familie, de natuur, de toekomst. Alles is daar. En als je dan afvraagt van, ja maar, dat wat daar is, is waardevol en kwetsbaar. En daar waar ik ben, is het levensgevaarlijk. Wat beschermt die aarde? En als je dan goed kijkt naar het plaatje, dan zie je dat dat maar een heel dun laagje blauwe lucht is. Dat is het. Meer is het niet. Daar sta je helemaal niet bij stil. Als je hier gewoon over straat loopt en als het een keer mooi weer is in Nederland, dan zit een blauwe lucht. Je voelt je volledig veilig. Maar niks is minder waar, want je hoeft maar een paar kilometer omhoog te gaan en daar kan je al niet meer leven. Die aarde, zoals deze fantastische foto vanuit de maan. Die aarde is ons ruimteschip. Het is niks anders dan een ruimteschip. En het is zo mooi om dat als een ruimteschip te zien. Want dan ga je ineens doorkrijgen dat jullie dus allemaal ook gewoon astronauten zijn. Astronauten van ruimteschip aarde. Je voelt je bemanningslid. En als je bemanningslid bent van een ruimteschip, ja, dan zorg je er gewoon voor. Dat is ook helemaal geen moeite. Dat is gewoon je huiswerk. Dat hoort erbij. Wij zijn allemaal astronaut van ruimteschip aarde. En toen ik daar een week terugkwam, was mijn basisconclusie, het is niet de ruimte die uniek is, maar het is juist die aarde. Er is er maar één. Ik heb het zelf gezien. Toch gedragen we ons lang niet allemaal als astronaut van ruimteschip aarde. Nog sterker, we hebben het de laatste tijd nogal verkeerd gedaan. Dat heet de industriële revolutie, dat heet de lineaire economie, dat heet oliedom. Dat hadden we niet door hoor in het begin, maar nu wel. We gebruiken olie op een manier die past helemaal niet bij de omgeving. Olie is een biofuel. Olie is